staan hier toch prachtige huizen hier ook, mooi. Maar we gaan nu richting Sprint? Ja, ja. Hier liepen we het bos in. Ja. Hier liepen we het bos in. Ja, ja. Een beetje verder. Ja, hier op de hoek, op de punt. Hier denk je dat je naar binnen moet. Nou, zetten we hier de auto maar neer. Welkom in het FC Twente Museum. Laten we maar bij het begin beginnen. Weet jij waar de allereerste voetbalwedstrijd van Nederland is gespeeld? Nee. Nou, de allereerste voetbalwedstrijd in Nederland is gespeeld in Enschede. In 1885. Kijk, zo trek je die groepen uit elkaar. Hè? En dan heb je hier dus ruimte om die spoel erheen te gooien. Het was hier een straatarme regio, inderdaad voornamelijk boeren, weinig nijverheid. En om wat bij te verdienen zijn mensen op een gegeven moment gaan spinnen en weven. En de nijverheid die echt Twente gemaakt heeft tot wat het later geworden is, dat is textiel geweest. Nou, daar gaat-ie. Deze oude stoommachine uit 1869, zoals u nu hoort, gaat die hier bijna geen lawaai. Maar vroeger was het een hels kabaal, het was net een stoomlocomotief. Het is ongeveer hetzelfde. En een hitte, loeiheet hier. Je hebt stoom en stoom is 100 graden. Nou, dat is een gigantische warmte. Annie van Wilsum, Tante Klaasje, Jochem van der Kraai. Of Aaltje Boms. Takiti. Takiti. En dan kwamen we hier. Ja, dan kwamen we hier zo'n beetje. Ik denk hier. Hier. Ja. Dit stuk. Ja, hier is een beetje hoor. Ja. Nummer 42. Hier is een schuinding over, op de hoek zeg maar, van die fabriek. Dat heeft ons ouderlijk huis gestaan. Nummer 42 ben ik hier geboren, Eerstingsweg. Maar dit is weer vol met de Oostraatsteen nog. Maar vroeger ook in de Gasklimlagen. Dit hele stuk. Tot één toedag is. Daar heb je ja, volgens mij wel. Keubelsdijk en dan gaat zo naar de Buurtstraat. En daar gingen de bussen van, toen die hier reden, van Ajax, ook hierin. En die ging daar rechtsaf. En naar Sportclub Enschede, die kant op. En daar stonden ze de bussen allemaal bij Sportclub Enschede dag. Achter het stadion. Ja. Ja. Wij hadden dat jaar echt kampioen kunnen worden. En eigenlijk moeten zijn, dat jaar. Juni 67 ben ik dus naar Twente toe gegaan. Nou, en het jaar erop is Kik van der Val, die is dus weggegaan naar DWS. En toen kwam Henk Houwaard van ADO, die kwam naar ons toe eigenlijk in de plaats van Kik. En Piet Schrijvers, die werd dus gekocht van DWS naar ons toe. Nou, en vanaf die tijd is eigenlijk ja, het alleen maar naar boven gegaan. Bij DOS was er nooit geen trainingskamp, want dat kwam helemaal niet in vraag. Hè. Maar ja, we gingen geloof ik 12 of 13 dagen gingen we naar Breda toe. Het veld ligt er nu nog goed bij. Hè, het was toen een hartstikke mooi veld, maar het ligt er nu zeker. Nog. Ja, voor een trainingsveld ligt het er fantastisch bij. Ja, natuurlijk. Ik ben in het tweede jaar bij Twente gekomen, 66, samen met Jan Juring, Epi Drost en met Rijvers, ja. Ja, Rijvers was een geweldig iemand, met zijn tijd verder vooruit. Wij deden veel posities spelen toen de tijd. Hoe loop ik? Waar loop ik? Dat vind ik heel belangrijk. En
onder hem deden we niks anders. Dus op een bepaald moment wist ik precies waar Jan Juring hoe die liep, hoe hij de bal moest hebben. En andersom, Theo Palpas was ook een speler die niet in de diepte ging, de bal in de voeten moest hebben. Hij was zo lui als wat natuurlijk. Waar nu dus die twee appartementengebouwen staan, dat daar. Dat laatste. Dat laatste, dat witte, ja. Daar was dus het hotelletje Bosrijk. En ik had dus ook een kamer, er waren dus 3 verdiepingen. En ik had de kamer helemaal alleen, ik sliep in mijn eentje. En ik had een pick-upje bij me en daar zat ik s'avonds dan gewoon, als ik naar bed toe ging, heb een beetje muziek aan en al die dingen meer. He, en je gaat dus bij elkaar. Nou, dan voel je al allemaal aan elkaar of dat klikt ja of nee. He, en je gaat hier naartoe. Hier werd dus de dingen die jij goed kon en een paar die konden dingen goed, er werd proberen om dat dus in elkaar over te laten lopen. Nou, en dat lukte gewoon. En daar hoort dus ook bij ja, een stuk vrienden, gevoel. Dat je dus met elkaar dus iets gaat bereiken. Nou, dat was hier zeker. Ja. Dat was geweldig. Gingen we s'morgens al om 7 uur of zo een bosloop doen. En dan om 11 uur weer training en s'middags weer een training. En dan s'avonds ook nog soms een wedstrijd. Bernard van Heek bracht als 19-jarige jongen de allereerste voetbal die hij in Engeland had gekocht, bracht hij mee naar Enschede. Bernard van Heek was de zoon van de grootste textielfabrikant in Enschede. Niemand had nog ooit voetbal gezien en niemand had ook nog nooit van het spelletje gehoord. Dus hij heeft de allereerste voetbalwedstrijd in Nederland gespeeld. Dit is de oude spinnerij van Jannink en het is een van de zeer vele voorbeelden van textielfabrieken die hier hebben gestaan. Enschede is enorm gegroeid als gevolg van die textiel. Dus Enschede in de periode dat het echt nog gewoon een plattelandstadje was, had zo'n 3.000-4.000 inwoners. En als je Enschede nu bekijkt, dan zijn het zo'n 170.000-180.000. Nou, die hele grote groei van die stad, dat is alleen maar ten gevolge van de textielindustrie geweest. Die heeft een enorme zuigingskracht gehad op mensen van het platteland in eerste instantie. Dat begon in het laatste kwart van de 19e eeuw, toen er overal fabrieken ontstonden. En die mensen kwamen allemaal terecht in die textielfabrieken. Dat waren dus allemaal boeren die al gewend waren geweest om op de boerderij te weven. Dat werk zetten ze daarna in de stad voort. De jaren 1870 tot 1930 waren echt de gloriedagen van de Twentse textiel. En in die periode kwam zo'n 87% van alle textiel die in Nederland geproduceerd werd, dat kwam uit Twente, waarvan een heel groot deel uit Enschede. Dus de textielstad bij uitstek. Zo jongens, maandagmorgen 7 uur beginnen. En dan gaan we lekker het lawaai in. En zo ging dat dan maandagsmorgens, lekker zondags op stap geweest. Dan kom je de fabriek in en het eerste wat je hoort is dit lawaai. Ja, dan ging je lekker even napraten over de wedstrijden van Twente. Of andere. De hele competitie even doornemen, de standen. En dan kwam de baas wel van, jongens, zou je niet eens een keer aan het werk gaan? Nee? Zo ging het. In feite tot 1980, 81 was dat mijn hele bestaan, zeg maar. Vanaf jongen van 15 was het alleen maar textiel. Ik kan me nog herinneren dat bedrijven, toen ik nog op de textielvaartschool zat, dat bedrijven dus al langskwamen om te proberen je te ronselen voor hun bedrijf. Dat was toen nog. Zondags vertier, dat was meestal de sportwedstrijd waar je naartoe ging. Dat was het enige vertier op zondag eigenlijk. Toen in die tijd was er niet zo heel veel vertier, zeg maar. Ik schat dus zelf toch wel een 30-40% van de werknemers die er waren, maar dat waren echt voetbalfans. Nou, en dat waren ook echte Twente-fans toen in het begin. Nou, dan begon het 's morgens als je in de auto staat, begon het al, hè. Met elkaar. Wat vind je ervan? Heet gezien? Nou, maar dat was geen pengel, dat was wel een pengel. Heel zulke dingen. Nou, dat is toch hartstikke leuk. De Enschedese Boys was van oorsprong de club van de arbeiders, mag je wel zeggen. De Groene. En Sportclub Enschede was de club van de middenstand, van de fabrikanten.
En daar zat natuurlijk ook veel meer geld. En Sportclub had in de jaren 50, met Abel Enstra hadden ze de beste voetballer van Nederland in huis. En met Helmoet Raan, dat was een Duitse international. Ja, ja. Dat waren hele grote namen. En Sportclub heeft in die tijd ook nationaal echt een grote naam opgebouwd. En daar kwamen ook voor het eerst eigenlijk mensen van buiten de stad naar Sportclub kijken. Ja. Maar die kwamen ook speciaal voor Abe. Abe had fans door heel Nederland. En er waren mensen uit Den Haag en Rotterdam en Friesland die wekelijks naar Sportclub gingen om Abe te zien voetballen. Ja. Ja, het was een noodgedwongen huwelijk, zoals het toen mooi in de krant stond. En het was bepaald geen liefdesbaby, zo werd het dan gezegd. Textiel. Duizenden maken het. Miljoenen dragen het. Vanzelfsprekend. Kleding, gordijnen, handdoeken. Maar denkt u eens aan vakkleding, tenten, zonneschermen of zelfs aan schrijfmachinelinten. Ik voetbalde bij Sportclub in Veteranen. En als lid van Sportclub mocht je dus naar de fusievergadering die op 14 april 1965 gehouden werd. Om te komen tot een overeenkomst samen met Enschedese Boys verder te gaan in betaalde voetbal. Vanwege de financiële omstandigheden van beide clubs. Want anders waren beide clubs kapot gegaan en nu konden ze dus door onder de naam FC Twente. Die toen eigenlijk al rondzoomde overal. En onder die naam konden ze doorgaan en kregen ze dus steun van de gemeente. Na een jaar nadat de fusie kwam, is dus de supportersvereniging opgericht, de Vriendenkring FC Twente. En daar was ik direct bij betrokken. En daar ben ik 25, 26 jaar bij betrokken gebleven. En daar heb ik van allerlei dingen voor gedaan. Dat allemaal nog hier is, pa, dat zou je toch niet denken? Dat het allemaal nog hier is. Ik bedoel, het is toch een aardig stukje van de stad af. Ja, maar het ligt hier hartstikke mooi. Dat ligt fantastisch hier. Geweldig. Het eerste jaar heb ik op en neer gereisd. Sliep ik nog alles in de trein. Dan hebben ze me dikwijls de Roosendaal wakker moeten maken. Ja, want ik deed altijd, dan was ik toch redelijk moe na de training en zo. En dan zat ik nog met mijn kop in de trein al notities te maken, want als ik thuis kwam. Daar heb ik dan gelukkig getuige van, was voetbal, daar ging een streep achter. Thuis was thuis. En de rest deed ik in de trein, of 's nachts als ik eens wat wakker was en zo. En 's morgens weer met de trein in dat eerste jaar. Maar dat heeft maar een jaar geduurd. Toen ik voelde dat het klikte, dat je daar iets neer kon zetten, ben ik zo gauw mogelijk natuurlijk in Twente komen wonen. Twente bestond pas 2 jaar. He, dus er moest een beetje historie gebouwd worden. He, en ja, het was een fusieclub van tussen Sportclub Enschede en Enschedese Boys. Er waren de groene en de zwarte. He, en die twee, dat was dus eigenlijk water en vuur tegenover elkaar. En dan ga je dus met elkaar voetballen en er gaat iets gebeuren. En er gebeurde ook iets wat. En ze stonden allemaal, want in het begin hadden we natuurlijk niet meer dan 4.000-5.000 mensen op die tribune. Maar doordat er dus iets ontstond. En we gingen maar steeds beter voetballen, beter voetballen. Nou, dus toen kwam het al dat de mensen dus ook met elkaar, of het nou de groene of de zwarte waren, dus met elkaar naar het stadion toe kwamen. Ja, dit is een prachtig... vogelvluchtperspectief op Van Heek & Co. Van Heek & Co, dat was verreweg de grootste textielfabriek van heel Twente. Het was ook het grootste bedrijf van Nederland op dat moment, met zo'n kleine 3000 werknemers. Begin 20e eeuw is dit. En hier zie je dus de spoorlijn naar Gronau. En ja, langs zo'n spoorlijn, langs die verbindingswegen, daar kan je makkelijk de kolen en katoen aanvoeren en het geweven doek afvoeren. Dus het is logisch dat al die textielfabrieken aan de spoorlijn verrezen. 1 op de 3 werknemers in Enschede werkte bij Van Heek & Co. Niet allemaal in dit fabriekencomplex, want er waren er nog meer in de stad die ook van Heek & Co. waren. En dan had je nog gebroeders Van Heek. En dan had je nog de Jannings en de Terkuilers en de Blijdensteins en nog een aantal fabrikanten. Maar het geeft wel iets aan van de enorme omvang van die hele textielindustrie in deze tijd en in deze stad.
Bosek, waar we dan de aanloop van het seizoen hadden. In al die oefenpartijtjes die we speelden tegen amateurs. Daar voelde ik meteen aan van nou, deze hebben we elkaar gevonden en dat zit goed in evenwicht. En het liep fantastisch. Nou ja, dan zeg ik, dan win je. Dus 6 of 7, 8 wedstrijden en dan win je maar steeds. Nou ja, dat gevoel, dat wordt alleen maar erger. Dat je dus gewoon voor jezelf eigenlijk dacht van, ja jongens, maar wij kunnen meedoen daar. En als je dan op een gegeven moment op de eerste plaats komt, nou, dan wordt het eigenlijk helemaal gek. En dan gaat dus ook de euforie bij de mensen in Twente, dus niet alleen Enschede, maar ook Hengelo. Want dan gaat alles, wat een Oldenzaal, noem maar op, al die plaatsen eromheen. Die werden ook allemaal alleen maar gek van die club. Dus het werd maar steeds meer en meer en meer. FC Twente leefde. En zo ga je dus overleggen met de mensen waar we dus in het eerste uur mee samenwerkten. En ik zeg tegen die topman, ik zeg, Ajax hoor je steeds op de radio van een oude slof en een voetbalschoen, een Feyenoord, hand in hand kameraden. En waarom heeft FC Twente niet zo wat? Hij zegt, nou maak maar wat. En met die opdracht ben ik naar huis gegaan en ik ben gaan zitten. En ik heb een tekstje gemaakt en als je dan klaar hebt, dan denk je, oh, dan ga ik het uittypen. En zo is het clublied ontstaan. In één keer ben je dus tekst schrijven. Nog nooit zoiets gedaan. En dan, toen kwam heel Enschede en omstreken kwam in de band van FC Twente. Ai, ai, ai. De beginjaren in het Diekman voor FC Twente waren niet echt makkelijk, ook niet qua toeschouwers. Het was nog niet direct halleluja, zeg maar. Het eerste jaar werden we 11e. En daarna kwam Kees Rijvers. En ja, die bouwde eigenlijk in hele korte tijd een fantastisch elftal met echt fantastische spelers. En de start en het hoogtepunt van het nieuwe FC Twente. Ja, dat was op 3 november 1968 in de thuiswedstrijd tegen Ajax. En het was natuurlijk de wedstrijd van de ontvangst van de spelersbus van Ajax door de gaskrim. Ja. Waar de hele gaskrim voor was uitgelopen met spandoeken en vlaggen en het beroemde bord naar de hel van Diekman. Ja. Dus dat was een mooie binnenkomst voor die spelers. Ze wisten wel waar ze naartoe gingen. Je moest over het singel en dan door de gaskrim heen om naar het stadion toe te komen. Ja, dat was gewoon geweldig. Grote spandoeken van het ene huis naar het andere huis van welkom in de hel van Enschede. Nou ja, dat was vroeger in die arbeiderswijkjes dat ze dus buiten zaten met een flesje bier erbij. Maar als we dan doorkwamen en zwaaien en zo. Ja, het was gewoon de reserve koningin of koning waren, hè, wat dat betreft. Maar zo voelde je dat ook. En zo gaat dat dan alleen maar groeien. We doen niet elke week versierd hoor. Met een gewone wedstrijd dan was er dus niks versierd. Hè? Maar dat was echt wel tegen Feyenoord of met Ajax. Ja. Bij die lantaarnpaal een beetje staan, denk ik. Mm-hmm. Bij die kant. Hier ja, daar stond bij die bos een beetje. Hier, daar stond het bord. Ja. Bij de Helm Diekman. Ja, ja, maar hier ging dat andere spandoek hier zo. Ja. Dat was de eerste en hier ging dat tweede. De tweede. Dat klopt. De ja, ja. Ik was toen een jaar of 6, 17, zoiets. Denk ik jonger. Of iets jonger nog, denk ik. Dat was dus een week waar de buitenwacht zeg maar, niet graag kwam in die buurt. Ja, waar waren ze bang van potje klap, mocht net zelden wat. Er werd wel eens een klapje uitgedeeld, maar er was niet zo heel veel. Dat ging er waren geen monsters hoor. En deze week was gewoon van ons, zeg maar, van de buurt. Het was een achterstandsweekje eigenlijk. Dan gingen ze daar langs en dan door een stukje Keurbisdijk, Blekenstraat.
En dan kwam de Gasfabriekstraat in. Dus dan stond bij de hele Gasfabriekstraat, alles Eeftingsweg, alles stond vol. Met volk. Het was één, hè, de Gaskrim. Een eenheid. Nou, dan kun je wel nagaan met, dat kippenvel hoor. In dat jaar hadden wij gewoon een geweldig team. Met Henk Howard op het middenveld. En Dick van Dijk, Jan Jurk, Theo Pablo, voorhoede, nou, geweldig. In de achterhoede Willem de Vries, Piet Schrijvers, Epi Drost, noem maar op. Nou, gewoon Benno Huven. Wij waren dat seizoen zo goed gestart dat het eigenlijk van kapitaal belang was om juist van Ajax te kunnen winnen. We stonden 11 wedstrijden gespeeld, er waren 21 punten. Dus met een 2-punten systeem hadden we dus 9 wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld. We hadden in ieder geval geen schrik om naar Ajax of Feyenoord te gaan. Nee, niks. Helemaal niks niet. Vroeger moesten deze draden stuk voor stuk met de hand door 1000 oogjes worden gehaald. Nu doet een vernuftige machine datzelfde werk onder het waakzame oog van de vakman. Bij eenvoudige patronen herkennen we nog het vlechtwerk van schering en inslag. Maar bij alle ingewikkelde patronen, zoals die bijvoorbeeld op het Jacquard-getal ontstaan, vindt de spoel zijn weg door een ware doolhof van draden. Luistert u naar deze machine en u zult vergeefs trachten de bliksemschoten van de spoel te onderscheiden. Is het niet vanzelfsprekend dat zulke verfijnde apparaten verfijnd vakmanschap vragen? Dan gaan we even de kleur wisselen. De jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 waren eigenlijk de bloeijaren van de textiel. Dat het in 3-4 jaar in één keer zo naar beneden knalt. Maar het kwam alleen maar door de handel met die goedkope landen. En daar kon je nooit eens een keer met je lonen tegenaan. Dus de gehele textiel hier in Enschede is totaal verdwenen. En dat was in toen die tijd van midden 1960 tot 1981, 82 was dat in Enschede alleen al 40.000 man, wat toen op straat kwam. Dit was de eerste hele grote textielfabriek die op een gegeven moment constateerde, we kunnen het niet meer aan, we moeten ermee stoppen. Dat was in 1967 en in de periode daarna, dat is maar een vrij korte periode geweest, tot begin jaren 70, zie je dat de ene naar de andere fabriek de deuren moet sluiten, dan al failliet verklaard wordt. Als een soort plumpunning zakt die hele textielindustrie in elkaar. Al dit soort bulkindustrie, want dit was gewoon heel eenvoudige katoenen weefsels die wereldwijd afgezet werden. Ja, dat kon veel beter en goedkoper geproduceerd worden elders in de wereld. En hier verdwenen. Bam 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 bam, bada bada badam, bam bam bam. Helemaal goed. Ja, dit is verder het probleem niet, dit stuk. In het harde kern van het harde supportersvak in vak Q in het Diekmanstadion, daar was bij elke wedstrijd een kreet FC Twente, ai 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 ai. En dat ging minutenlang door en dat werd ieder steeds herhaald. Ik denk, nou, als ik dat nou als titel en begin van het lied gebruik, dan is dat herkenbaar en daar ben ik mee begonnen. Hé, hey, Martin! Fit. Je bent ook niet jonger geworden, hè? Niet kapotten krijgen, hè? Nee, old soldiers never die. Zeg wat wil, ja. Ja, je bent er druk bezig. Ja, ik ben bezig voor die concerten in januari. Ja, ik zeg dat. Ja, Bea zegt al, dat zou wel voor het ziekenhuis zijn. Ja, ja. Dan ga je dus teksten aanvullen van, ja, wat is er in Amsterdam? Ja, daar hangt een nachtwacht en in Rotterdam daar is de metro en in Deventer hebben ze de koek uit eigen stad. Maar nergens hebben ze ooit zo'n mooie voetbalclub gehad. Zo is het ontstaan en dan ga je daar wat bij bedenken. Piano. We hadden dus gezegd van Ajax en Feyenoord, er komen allemaal liedjes op de radio, waarom niet van Twente, maar niet daarin toe. Ja, precies, ja. Toen zeggen, nou maak maar iets en daar heb ik wat gemaakt en dat vond hij goed. Hij zegt, doe maar wat. Dus heb ik het aan Gerard gegeven. En Gerard Hoebe was dat? Ja, Gerard Hoebe. Gerard Hoebe zat toen in mijn orkest als slagwerker. Ja, ja, dat klopt. En die kwam toen met dat stuk. Hij had nog nooit gezongen, hij was nooit zanger geweest. Nee. En toen heb ik hem dat gegeven en ik heb daar mij verder niet meer mee bemoeid. En toen zijn jullie op een
op die zondagmiddag, 3 november, toen wij tegen Ajax spelen, toen had jij zaterdags in jouw studio of ergens, had je een demootje gemaakt. En dat werd tijdens die wedstrijd vijf, zes, zeven keer afgedraaid. Precies. En dat sloeg zo aan. Dat was een geweldig succes. En weet je wat nou zo aardig is? Ik heb van de week dat arrangement opnieuw zitten schrijven. Ja. Dus we hebben de zaak verzameld en we gaan dat dadelijk gaan we dat spelen. Hartstikke hopelijk zing je nou zelf ook nog even een stukje mee. Laat ik dat maar daar doen. Echt dan ook. Het is dus FC Twente, ai, 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 is een club van 1 uit 100. FC Twente, ai, 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 ai. Veel bijzondere momenten rondom die wedstrijd. Was het de enige wedstrijd die Twente ooit in het Oranje heeft gespeeld. En ik heb inderdaad wel eens vaker gehoord dat het een soort knipoog was naar Zeist. Ja. Van jongens, wij zijn er ook nog. Ja. En die wedstrijd is er een noordtribune bijgebouwd voor 2000 mensen. Dus dat maakt het totaal aantal bezoekers op 26.500. Zo groot was de belangstelling voor die wedstrijd. En rondom die wedstrijd kwam ook de eerste merchandise, de plastic hoed met FC Twente erop. Dat was toch echt het eerste supportersartikel waar FC Twente op stond. Het was echt het bewust worden van een stad en een streek in een tijd die toen in Enschede gekenmerkt werd door het instorten van de complete textielindustrie. Ja, ja. En dan is het natuurlijk prachtig als je plaatselijke club ineens de sterren van de hemel gaat spelen. Nou, dit is een heel oude weefmachine en die moest je volledig met hand bedienen. Dan moet je stil zetten. Zo, dan kan je me horen. Je had een wever. Maar je had ook een poetser, een smeerder, een kaminhanger had je dan, een aandraaier die was de draadjes aan knopen bijvoorbeeld. Een rijgster, als je nagaat hoeveel mensen er werken om een stukje doek te krijgen. Die waren veel te duur. Ik vond het een doodse start worden. Er zat geen leven meer in, mensen waren depressief. Ja, als je in straat kwam, ik bedoel, meer dan de helft was werkloos. Dat was echt echt een depressief iets. Het was alleen maar Twente, de grote club, waar iedereen dus naartoe kon gaan. En wat betaalbaar was, want andere dingen was hier niks te doen. Het was eigenlijk een uitlaatklep. Ja, het was hier een hele droevige situatie en Twente, ik had het gevoel dat ze er gewoon wat tegen wilden doen. Jongens, we zullen wat laten zien. He? En dat het niet alleen maar droevige mensen zijn, dat we ook wat kunnen. Op het punt van beginnen Ajax tegen de FC Twente, de ongeslagen leider van de Eredivisie. Nummer 1 tegen nummer 3, FC Twente in donkere broeken. Lazovic, kans daar en een doelpunt. Een doelpunt van Theo Paalplats na een driekwart misser van Lazovic. Ik weet alleen dat ik na 2 of 3 minuten al 1-0 maakte. Ja, dat was geweldig. Het hele stadion natuurlijk, was prachtig. We waren gewoon zo met z'n allen ervan overtuigd dat wij die wedstrijd zouden en konden winnen. Hè? En dat Ja, ik denk dat er niemand in het elftal was die bang was voor Ajax. Niemand. Zeer goed begin van Twente Ajax. Paalpas. Schot, schitterend. Een formidabel schot van Theo Paalpas. Op even formidabele manier gestopt door Gert Wals. Ja, een heel stadion zong wel Theo, Theo. Ja, dat was natuurlijk ook geweldig. Muller. Nunninga. Paas op Cruijff, dit keer niet buitenspel en binnen. Duelleert met De Vries. Gaat er langs. Goed voorgetrokken. En een kopbal! En een doelpunt. Een fraaie kopbal van Piet Keizer uit een voorzet van Johan Cruijff. Na precies een half uur spelen, de bal leek boven is niet onhoudbaar. Maar via de vingertoppen van Piet Schrijvers ging hij dan toch in de Twentse touwen. En dat betekent dat Twente Ajax de big match 1-1 staat. Dat is natuurlijk ook weer toch altijd in principe Ajax. Je hebt nooit gewonnen.
En wij stonden toen met 1-0 voor en ik denk van nou, het gaat aardig goed en dan wordt het dan toch weer 1-1. Maar we hebben met z'n allen, hebben we wel toch weer het opgepakt om dan toch weer ja, die 2-1 proberen te maken. Geweldige stemming hier in het volkomen uitverkochte stadion Het Diekman. Doorkop van Dijk, onbereikbaar voor Henk Houwaard. Oh, wat een slechte uittrap van Bals, kans voor Van Dijk. Schot van Dijk, goal! Rechtstreeks gevolg van een zeer zwakke uittrap van Ajax aanvoerder Bals. En daardoor staat het nu 2-1 voor Twente. Cruijff en het Keizer en noemt Jacques Zwart, noem ze allemaal maar op, Benny Mullen. En die speelde allemaal zo het Nederlands elftal. En dan moesten wij tegen voetballen. En dan kom je met 2-1 voor. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja, dan voel je gewoon dat het goed zit. En dan hoef je alleen maar simpele dingen een beetje naar voren te brengen die dan een beetje gecorrigeerd moeten worden. Maar als je vlak voor de rust goal maakt, dan hoef je heel weinig te vertellen. Trost, Van Dijk, schot Van Dijk! Een schitterende goal. Werkelijk een ongelooflijk mooie goal van Dick van Dijk. Ja, Dick en ik hebben elkaar ontmoet. Ik ben ook met Rijvers mee geweest kijken naar hem. Of hij bij ons, zo ging ik wel vaker met Rijvers mee en ook naar de gebroeders van de Kerkhof. Dan zei hij tegen mij, Theo, wat vind je ervan? Nou, en vroeg hij al de mening van wat ik van die speels vond. Nou, Dick van Dijk was natuurlijk geweldig, want hij had een schot in zijn benen, zijn niet te geloven. Dick was ook niet zo'n mannetje van 50% balbezit op 50% balverlies. Nee, die dacht alleen maar bij die 50% balbezit. Ja, Dick was wat dat betreft... wij accepteerden dat Dick bij ons die doelpunten maakte. Hè, bedoel, vaak krijg je geen zinnen dat ze zeggen van ja, die gozer. Nee, wij accepteren, Dick schoot ze erin. Als Dick ze er niet in schoot, had hij een probleem. Want wij moesten heel hard werken om Dick in stelling te brengen. En Theo die moest een mannetje passeren, of aan de rechterkant Jan Juring een mannetje passeren, om Dick in stelling te brengen om te kunnen scoren. Nou, en dan was iedereen was daarmee bezig. Dus dat ging eigenlijk automatisch. De een had dit en de ander had dat. En we waardeerden elkaar allemaal. U ziet het verschil in aanvallen. Bij Ajax gaat het zeer langzaam. En bij Twente gaat het dan allemaal wat avontuurlijker. Paalplaats, kansje van Paalplaats. Schietkans van Paalplaats. En een doelpunt van Paalplaats. 4-1 door Theo Paalplaats. Een kwartier in de tweede helft. In wezen raak je die bal maar nog in 2 minuten per wedstrijd. Dat hem echt aanraakt. Laat me nou zeggen dat je er 10 minuten met die bal speelt, dat je aan acties bezig bent. Je bent ook een half uur bezig om tussendoor steeds weer balverlies, balbezit. Zo loopt een hele wedstrijd. Dan vind ik het fantastisch dat je bij balverlies direct al op de helft van de tegenpartij stoort. Het gaat allemaal maar over seconden en meters, maar iedereen die doet daar ineens aan mee. Het gevolg is dat ze voor de middenlijn dikwijls alweer aan de bal zijn. En dan moeten ze spelen en dat doen ze ook nog goed. En dat gebeurt bij verschillende ploegen die ik nou ook zie hoor. Dan doen ze het ook nog goed op de laatste 30 meter, daar waar het belangrijk wordt. En ik heb het idee dat we bij Twente heel aardig op weg waren. Hier komt Juring naar de goal. Achterberg komt mee. Schot, paalplaats. Achterberg tegen de paal. Goeiedag nog aan toe. Ja, nou mijn idee is dat voor 80% dat je eigen ploeg sterker speelt als dat ze misschien zelf denken dat ze kunnen spelen. En de tegenpartij toch een beetje, vooral bij de toppers, in de onderschattingssfeer zitten van dat komt wel goed. Bronkers. Van Dijk. Ajax is overspeeld en overklast op een van de regen doorweek, maar goed bespeelbaar terrein door een voortreffelijk FC Twente. Dat is gewoon uniek geweest. Eerst zo'n wedstrijd maak je mee en dan, onvoorstelbaar. En dan wij daar met 5-1 wonnen. Oh, ja, dat is natuurlijk mooi, want ja, toen was Ajax echt top. Er liep niemand weg na de wedstrijd.
Ze zitten allemaal te applaudisseren en te schreeuwen. En allemaal waren ze, ik weet niet hoe nat is, ik weet niet wat. Maar ze bleven allemaal gewoon staan. Dus wat dat betreft ja, was dat wel de mooiste wedstrijd wat ik ooit gezien heb. En ik denk met andere mensen ook dat het de mooiste wedstrijd was. Ja, echt. En vooral in de regen. Bij een andere wedstrijd bleef je niet staan in de regen, vind ik. Dan is er een keertje afgelopen en je gaat weg. Maar bij Ajax bleef ze allemaal staan. Wel een dik kwartier, half uur lang werden geapplaudiseerd. Nou, en dan ging het hele spul huiswaarts naar de gaskring toe. In die tijd aan de meeste gewerkt. En het liep me al in sociaal dienst of zo. De breedheid niet. Maar ze konden ze wel maar een beetje. Ik weet nog maar goed toen die oude keer op zaterdag kwam werken, dat hij een knaak verdiende. Ja, ja, ja. Nou, dan was hij dolgelukkig, hè. Ja. Dat was nou toen een karretje met boodschappen. Ja. FC Twente, ja, dat was gewoon een uitlaatklep. Ja, dat was een uitlaatklep. Voor de mensen in de gastkring, die waren helemaal gek van FC Twente. De mensen, de meesten. En dan, ja, dan was er weer wat te doen. Dat was de spanning en dan was het, ja, hadden ze een feestje na de tijd. Dat was hartstikke leuk. Jongens, we pakken dat FC Twente lied even bij de kop. Op die 3 november, in de druilende motregen, stond ik in vak E. En niet alleen om die wedstrijd, maar er was nog meer aan de hand, want daar werd dus het eerste originele clublied werd daar afgespeeld, een 5-6 keren voor en in de rust en na de wedstrijd. En toen stond ik trots te zijn in vak E dat mijn tekst daar werd gezongen en afgespeeld. Ja, mooier kan dat natuurlijk niet. 1, 2, 2 en... Het eerste liedje. Het klonk zo lekker door het stadion de Diekman heen. Heerlijk. En dan meteen afwisselen met een spreekkoor. Ajax is een afwasmiddel. Ik wilde ze uit de carnaval van Honsdal weg hebben. Honsdal, dus, dat is echt een carnavalstad. Dat is nog steeds, dus ja. Ja, aan de ene kant kon ik me dat wel voorstellen. Maar ja, aan de andere kant, als die coach dan zegt van we gaan naar Zuid-Duitsland, was het natuurlijk ook carnaval. Maar dat is zulke dingen handig uit, hè. Hebben we één keer uitgehaald dat wij op 1 januari, dat wij 's morgens ook om 7 uur moesten trainen. Weet je, gewoon nieuwjaarsdag liet Rijvers ons komen. Echt alle jongens. En niemand die daar niet was, iedereen was er. Ja, was geweldig. Ja. Na die tijd zoek je daar dus op, waar liggen Ruppolding? En dan lag tegen de Oostenrijkse grens aan. Nou ja, goed, toen de tijd heb niemand denk ik van ons nagedacht van dat er sneeuw zou liggen. Rijvers zegt trainingskamp, dus dan denk je van, nou, het zal wel goed wezen, of niet? Ja, dat gebeurde, ongelooflijk, ja. We moesten dus altijd vanaf het hotel waar we dus, was een frühstückpension, daar, want ja, er was geen geld, dus het moest een frühstückpension, dat je dus morgens vroeg alleen maar kon eten en voor de rest niks. Dus dan liepen we helemaal, en denk nou 5 kwartier, een uur tot 5 kwartier liepen we naar het voetbalveld toe. Wat dat dus eigenlijk een voetbalveld was, waar dus een meter of een halve meter van de deklat de sneeuw lag. Dus zo, ik denk dat er gewoon 1,5 meter, 2 meter sneeuw lag op dat voetbalveld. En daar zouden wij dus moeten trainen. En daar hebben ze dus een heel een cirkel in gemaakt. Dat we dus eigenlijk meer in een arena eigenlijk aan het trainen waren. Nou, en daar hebben we dus een week lang hebben we dus daar getraind. En dat was gewoon
fantastisch aangenaam om daar te trainen. Dat kon niet echt oefenen. Nee. Nee, maar weet je wat? We deden veel gewrichtenoefening. We haalden allemaal jenever en cognac. Nee, maar je had de hele dag niks te doen. Dus wat gebeurt er dan? Dan zoek je bepaalde dingen. Nee, je kunt één keer per dag wandelen en dan is het over. En als je dat iedere dag meemaakt, een week lang, nou, dan weet je het wel. Hè. Dat is gewoon, nou ja, daar is mee begonnen toen de tijd. Het schema valt over van Hekeco in 1967. De fabriek moet sluiten. Bijna alles wat je nu ziet, tot aan die lichtgevende flatgebouwen daar, dat was allemaal het fabriekscomplex van Hekeco. Daar is alleen dit stukje van overgebleven. Plus dat pakhuis wat je hier nog ziet staan. Die spoorlijn die hiervoor loopt, die reed dus helemaal door naar Gronau. Maar geleidelijk aan is gebouw voor gebouw gesloopt. Alles wat je nu ziet aan moderne gebouwen, dat is ooit allemaal oud fabrieksgebouw geweest. Ja, wat was Enschede toen? Ja, eigenlijk was het een stad vergeten door Den Haag, zeg ik altijd wel eens. Nee? Die wedstrijd, zo'n 5-1, daar kon je een hele tijd op vooruit. Ja, natuurlijk, want er was weken was dat het gesprek van de dag als het ware. Ik geloof, ikzelf had ik het gevoel van, we hebben die Amsterdammers eens even een poepie laten ruiken. Ja? Van, in Twente. Hè? En dan kun je wel een mooi elftal hebben met Cruijff en Keizer en nog meer. Maar wij kunnen het ook wel. Hè? Vergeet ons niet. Toen hadden we echt een elftal. Het is alleen jammer dat hoe dat voor elkaar hebben gekregen, dat ze in elkaar gestort. Dat laatste 7-8 wedstrijden begrijp ik nog steeds niet. Hoe dat gebeurt, hoe dat komt. Dat ze dus al de laatste 6 hebben verloren. Maar dan waren ze kampioen geweest. Want dat was echt een kampioenselftal. Echt waar. Ja, toen gingen we toch carnaval vieren met elkaar één avond. En toen gebeurde er iets. Ja, wij wisten dat bepaalde jongens, de Twentse jongens wisten er dan, dat ze s'avonds om 10-11 uur het hotel uitgingen en s'morgens om 5 uur terugkwamen. Dat hing ons bepaald moment de keel uit. Tot ik tegen Rijvers zei, we zeggen, Rijvers, van welke groep ben je nou eigenlijk? Dan zei hij, Theo, kom maar mee. En toen gaf hij Dick van Dijk een tik in zijn gezicht. Dat was heel simpel, denk ik. In een reactie heb ik hem een klap voor zijn kop gegeven. Ja, hij ging zo pof, zei hij. Sloeg hij hem zo op in zijn gezicht. Maar goed dat hij bukte natuurlijk, anders had ik het niet bijgekend. Nou ja, toen was alles... En Dick die wou hem weer terug, een tik teruggeven. En toen was het natuurlijk... De eenheid in je team was weg. En dat is gewoon jammer geweest. Maar dat zo boos maakte je. Wat moet ik daarop zeggen? Ik bedoel... Ik kan niet anders zeggen dat ik zo in elkaar zit. Ik bedoel, ik vond dat een inbreuk maken op de groep. Daar heb ik altijd een grote hekel aan gehad. In dat seizoen heeft Dick van Dijk 30 doelpunten gemaakt voor Twente. Tegen Ajax maakte hij 3 doelpunten en Theo Paulplaats maakte 2 doelpunten. Eigenlijk na die wedstrijd heeft FC Twente zich landelijk op de kaart gezet. Als je ziet wat in die periode, dus die zeg maar 68 tot en met 75, is dit hele rijtje gedebuteerd. En dit is van alles daarna. Dus kun je nagaan hoe goed dat elftal was.
met dat WK en drie Europese bekers en beker van Feyenoord. Ja, ja. Als je dan toch nog een stuk of 10 internationals levert, dan doe je het nog niet zo heel snel. Nee. Ook Van Dijk is in 1969 gedebuteerd. Ja, het liep dus eigenlijk heel hoog op. Dus dat paar die geeft hem dus een klap voor zijn gezicht. Nou, en toen had je dus de poppen aan dansen. Want toen was het dus ja, uit elkaar houden een beetje en rustig aan. En, nou ja, toen was dus eigenlijk bij ons alle spelers, ja, was er eigenlijk een beetje paniek. Dus de volgende morgen komen we dus aan het ontbijt. Nou, er werd geen woord gezegd. Het was gewoon één stil. En dus we moesten weer naar het trainingsveld toe om te gaan wandelen. Nou ja, en dan loopt de trainer uiteindelijk, die loopt voorop. En dan loop je met een paar jongens gewoon achter elkaar en ja, dan ga je met elkaar praten en dan zeg je van jongens, ja, maar dit kan niet. Want we zijn toch met grote mensen onder elkaar en we moeten daar toch proberen dat we daar uitkomen, want dit kan niet. En dan kan Dick natuurlijk een grote mond hebben van ja, dat kan me niks interesseren en dat maakt me allemaal niet uit. Hè, maar op zo'n moment, dan ben je met zo'n hele groep en dat geeft ook weer een bepaalde binding. Hè, dat je met elkaar wilde dat het weer goed kwam. Het mis ging pas toen we thuis kwamen. Juist, ja. We kwamen thuis en toen had het zo gesneeuwd, toen werd de wedstrijd afgelast. En als die wedstrijd gespeeld had moeten worden, denk je dat we iedereen van het veld hadden gelopen. Hè? En toen werd het afgekeurd en nou, er was zo'n domper. En toen is eigenlijk een beetje rondgegaan over wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Dus ja. Er werd alleen maar negatief gepraat. Ja, in plaats van positief. Ja, ja, dat was echt heel jammer dat we die wedstrijd toen afgelast is. Kwamen we terug op zondag, toen moesten wij hier spelen in Nederland en was het alleen maar regen. Toen werd die partij afgelast. Kijk, speel je en win je die pot, dan heb je kans dat je toch nog weer een team wordt. Maar nu was het nou een week weer ertussendoor. Dus het is gewoon jammer dat het zo gelopen is. Toen moesten we nog 6 wedstrijden of zo, ja, wat mij dan bij is gebleven. En dan haalden we geen punt meer bijna. Toen werden we derde dat jaar. Nou, dat was gewoon jammer. Dat het zo gelopen is, dat je zo'n goed team bent en zo uit elkaar, want we hadden echt wel wat voor elkaar over. De wedstrijd werd afgelast en ja, iedereen ging toch weer zijn eigen weg en daar werd wat gesproken en daar werd weer zus en daar werd weer zo. En van het kleine beetje werd het al iets groter en het werd maar groter en groter en groter. Dus iedereen kwam er toch, ja, iedereen in de stad kwam er ook over te horen en het was ook van... Ook bij die mensen was het van, goh, wat is er gebeurd daar en hadden jullie wel naar Ruponding moeten gaan? Ja, achteraf weten we het allemaal. Na die 5-1 tegen Ajax is Van Dijk al benaderd voor Ajax. En toen was het dan niet meer dezelfde Van Dijk als dat het van tevoren was. En dat is dan, ja, dat is dan van kapitaal belang. Ik ga nou een keertje verder dan. Dan ben je nog beter bij. We zitten voor de wedstrijd van Telstar in de trein. Komt Van Dijk naar me toe. Trainer, mag ik even met u praten? Mag ik even spreken? Ik zeg, ja, is goed. Waarom? Was er gaande? Ja, ik moet u waarschuwen, want ik ben eigenlijk akkoord met Ajax. En ik vind het toch wel beter dat ik niet speel. Nou, dan maak ik de grootste fouten van mijn leven, dat weet ik wel. Dan heb ik ook kleppen op. Ik zeg, nou, voor mij kun je sterven op het veld. Laat maar zien dat je werkelijk een bing bent en dat je naar Ajax gaat. Maar zorg dat we jij moet voorop lopen dat we die wedstrijd winnen. Nou, 0,0. Ja, dan zijn ze bij mij afgeschreven. Ik vond het dus helemaal geen ramp dat Van Dijk wegging bij Twente. Was u boos? Ontzettend. Dat is politiek. Ajax die doet dat dan zo. En tegenwoordig is het allemaal, kunnen ze elk moment van de dag gebeld worden door elke club. Maar dat was toen niet. Toen was het eigenlijk allemaal nog een klein beetje georganiseerder en wat netter. En 15 mei, 1 juli... Dat was de transferperiode en dat moest gebeuren. En of dan de eerste of de laatste dag was, daar moest in gebeuren. Maar ja, Ajax was niet gek. Wij waren een bedreiging.
ik had niet verwacht dat hij na dat gesprek, hè, want ik heb hem duidelijk op zijn hart gedrukt, laat maar zien dat je fan bent. En er staan. Maar hij heeft die twee wedstrijden niet meegedaan. En toen ben ik zo stom, dat is weer een stomme tijd van mij dan. Na Telstar heeft hij dat nog herhaald tegen Volendam. Hij spaarde zijn benen? Ik denk het wel. Voor Ajax? Ja. Dick van Dijk was echt de aderlating. Ja, want Dick was gewoon als mens, maar ook als speler, past niet precies bij ons. Voelde je je ook in de steek gelaten door Dick van Dijk? Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Als voetballer wel, ja. Ja. Want ook wij hadden dat misschien ook maar één keer meegemaakt dat we kampioen van Nederland geworden waren. Na de tijd ben ik nog wel twee, drie keer in Zuid-Frankrijk geweest, waar hij dus woonde. En we hebben daar hele plezierige dagen gehad. Maar er is eigenlijk nooit geen woord meer over gesproken, over dat voorval. Hij is maar 50 jaar of zo geworden. Hij ging voor een sportcontrole in Saint-Paul de Vence. En is een virus op zijn hartklep of zo geslagen. En toen is hij overleden. Want zijn zoon en zo heb ik toen al wel gesproken, zei hij. Mijn vader ligt in het ziekenhuis. Ja. En dat was 10 dagen later was hij overleden. Heel triest. Ja, als je zo jong bent. Ja. Nou, dat was hem. Ja, okay. Dan heb je het hele museum gezien, de hele geschiedenis van de club. Nou, Willy, bedankt. Bedankt, hè. Ja. Graag gedaan. Ja. Hé, hey, tot de volgende keer. Jullie tot kijk. Bedankt. Jo. Hey. Bedankt, hè. Jo. Ik ben gisteren naar mijn oude clubje geweest, hè, die Groen-Wit. De Groen-Wit? Het is mijn tweede vader. Het is echt mijn tweede vader. Ja, ik bedoel, ik heb een hele goede vader gehad, prima. Maar in het begin zei ik, ben bij Twente gekomen. En het eerste wat hij tegen me zei was van, hij zegt, je kan heel goed voetballen. Maar zoals je gevoeld hebt bij DOS, waar ik dan vandaan kom uit Utrecht. Hij zegt, dat wil ik niet meer zien. De eerste beste keer dat je een overtreding maakt dat mij niet aanstaat, dan haal ik je eruit. Dus hij is mij anders gaan benaderen. Maar ook ja, mijn vrouw, toen verloofde, mijn vrouw werd toen daar. Nou, die was in verwachting. Wij gaan naar Ruupolding toe en mijn vrouw, ja, die was dus behoorlijk al in verwachting. En ja, die was alleen in Oldenzaal. Nou, wat gebeurde er? Maar Rijvers zegt dus, aan, geen probleem, kom je bij ons. Dus die is gewoon, dat wij dus een week in Ruupolding zaten, een week bij pa en moe in huis geweest. En zo ga je eigenlijk dus ja, toch naar pa en moe toe, omdat je denkt van op een gegeven moment, ja, nou ja, zo is het gevoel gewoon. Ik heb 6 dochters. Met z'n allen zaten we heel dicht bij elkaar. Ja, ze zijn zoveel jaar, ze zijn 50 jaar getrouwd. Pardon? Ik ben er geweest. Pardon? 60 jaar getrouwd. Pardon? 70 jaar. 65. Maar ja, dan zijn we erbij. We horen gewoon bij, ja, bij de kinderen. Ja, zo is het. Ja, maar pa, als je nou zo vanmorgen zit u te praten, ja. Hè, en dan heb ik heel, heel veel momenten dat ik denk van ja, ja, zo ervaar heb ik dat ook in mijn carrière, als trainer zijnde, heb ja, ik dat ook ervaren. Ik wil er mee eens zijn, dat is in de natuurlijk uit die sport uithaalt wat die... Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Bedankt.